Bloemen. Ik moet het alleen even. Hadden er nog meer bij gekeurd? Jawel. Heb ik het nodig? Ben ik verstaanbaar voor iedereen? Ja. De volgende dag kreeg ik al een berichtje terug. Nou, Maarten is bijzonder vereerd dat ik aan jou gedacht heb. Ja. Nou, de eer is natuurlijk aan mij, want ik was super blij dat ik het bericht kreeg dat je het wilde doen. Ja. Kom in lees, Mirjam, wie zijn dat? Dat klopt, Ans, hè? Ja. Ja. Dat Ans aan mij vroeg, ben jij de zus van Miri? Ik denk, nou, moet niet gekker worden. Ze zei, ik ben de zus van Miri. Ja, als ik zo om me heen kijk, was het ook geen rare vraag. Goed, zal ik jullie even meenemen dan? Er staat, lieve Maarten, dankbaar voor wie je bent. Dankbaar voor alles wat je doet. Altijd recht uit je hart. En dankbaar dat ik je heb ontmoet. Liefst Miri. Oh, wow. Wat mooi. Oh, ja, mooi. Die de ziekte van verslaving heeft, ik ben verslaafd, maar ik zeg zelf altijd, verslaafd is een spiritueel ziek zijn. Het is de ziekte van onverbondenheid. Het is de ziekte waarin de jongetjes en de meisjes die daar al in aanleg mee te maken krijgen, vaak op jonge leeftijd zichzelf verlaten. En dat heb ik ook gedaan. Dus tevens het grote verdriet van verslaving, vind ik. En tegelijkertijd ligt daar ook meteen de connectie met de moeders. Ik wil de vaders vandaag en de broers niet buiten beeld brengen. Maar ik denk wel dat deze middag in het licht mag staan van de moeder. Het moederhart. Ik begrijp ook dat er mensen zijn van de moedige moeders. Wie zijn dat? Welkom ook. Super. Een mooie organisatie. Het moederhart. Zij was ook vanochtend bij mij in beeld. Madeleine. Mooie vrouw. Is 102 geworden en Madeleine is mijn moeder. En Madeleine had een vader, Herman. En Herman was alcoholist. Wat je toen noemde, vroeger een kwartaal drinken. Dat woord bestaat niet meer. Maar hij was een stevige alcoholist. Om maar een voorbeeld te noemen, in de Tweede Wereldoorlog dronk hij spiritus. Oh. Een kwartaal lang en dan een kwartaal niet. Enfin, dat is wat mijn moeder al meegemaakt heeft op jonge leeftijd. Niet wetende dat ze nog een kind zou krijgen. Ik was net als haar vader op jonge leeftijd de weg kwijt. Dus Madeleine is er ook vandaag. Het is een godswonder dat ik hier sta, wat duidelijk zijn. Het moment dat Miri bij ons kwam te eten en alles voorbij kwam uit haar leven, werd me al heel snel duidelijk dat we te maken hebben met een vrouw met een heel groot hart. Niet alleen een moederhart, maar een hart voor de mensen die misschien met wat twee linkerhanden of een andere reisbeschrijving geboren worden dan, nou ja, doorsnee mensen. Kwetsbare mensen, heb ik het over. Het is natuurlijk heel bijzonder voor mij om een vrouw te ontmoeten en met haar aan tafel te zitten en haar te horen vertellen hoe groot dat hart is en wie daar allemaal in past. En dan ook het verdriet hebben van een verslaafde zoon. Ik begrijp dat je er bent. Ik weet niet wie je bent, Marco, maar ik vind het mooi om je straks nog even te ontmoeten, maar door je moeder heen heb ik je
ook een beetje mogen leren kennen. En als ik het boek straks ga lezen, dan wil ik dat nog beter. Maar goed, de godswonder dat ik hier nog ben. Normaliter, als ik dit soort dingen in mijn leven deed, en dat kwam nog wel eens voor, dan had ik minimaal 1 of 2 gram cocaïne nodig. Niet. Dat was eigenlijk hoe mijn leven eruit zag. En Annette zou het ook doen. Maar goed, dan gaandeweg hierheen, dan ga ik in de meditatie, dan leg ik het contact met het kleine bange jongetje, wat hier nog altijd zit. Dan kijk ik jullie aan, dan denk ik, fuck it, feel the fear, do it anyway. Mooi, dankjewel. Ik wil iets zeggen over het moederhart. Wat er gebeurd is in mijn leven is in feite heeft het zich uitgerold. Op een bepaald moment in mijn herstel na 42 jaar actief verslaafd leven, meerdere malen meer dood dan leven in behandelingen terechtgekomen, heb ik in mijn laatste behandeling van iemand gehoord, ben ik naar het 12-stappenprogramma gegaan, heb ik mijn eerste AA-meeting gehad en daar heb ik gelijkgestemde mensen ontmoet. En een van deze mensen zei tegen mij, don't leave before the miracle happens. Ga niet weg voordat het wonder geschiet. En een van die wonderen is dat ik vandaag hier in de Rijksuniversiteit sta. Dat is niet omdat ik het zo goed doe. Dat is omdat ik geleerd heb dat mijn hoofd, mijn stinkende achterbuurt, mijn ego altijd gevuld moet worden, omdat ik dan niet hier bij dat kwetsbare jongetje hoef te zijn. Tegelijkertijd, op het moment dat ik in een actief verslaafd leven zit en gebruik, heb ik iedereen om mij heen die ook maar een beetje bij me in de buurt komt, heb ik nodig. En dan is het moederhart een buitengewoon kwetsbaar hart. Mijn moeder, alle moeders met verslaafde kinderen, vaders ook, maar in dit geval gaat het over moeders. Alle moeders van verslaafde kinderen ontwikkelen allemaal dezelfde patronen als de verslaving, als hun verslaving kind. Het is een ziekte die nog steeds in Nederland niet als ziekte wordt gezien, maar waarvan ik op een bepaald moment heb gemeend en ook heb mogen doen, ik wil er zijn voor die moeders, voor die vaders, voor die broers en die zussen. Ik weet wat ik mijn familie heb aangedaan. Misschien hebben sommigen van jullie de documentaire Papa is verslaafd gezien. Die weten dan wat er gebeurt op het moment dat een kind of een partner gaat gebruiken, wat dat doet met anderen. En dat vind ik een groot verdriet. Ik zeg vanmiddag voor degene die een kwetsbaar kind heeft, wat al een ontwikkeling van verslaving doormaakt, zorg vooral heel goed voor jezelf. De verandering begint bij jullie. De verandering begint nooit bij mij. Ik snuif, ik drink, ik heb het nodig. Het is het antwoord op mijn dieperliggende angst, onzekerheid, niet goed genoeg, altijd maar bezig om op een bepaalde manier te connecten. Ja. Maar jullie hebben die middelen niet nodig. En in toenemende mate worden ouders, als het ware, verslaafd aan het verslaafde stuk van hun kinderen. En daar begint het parallelproces. Ouders beginnen en met name moeders beginnen een beetje te jokken. Hoe gaat het met je kind? Nou, het gaat wel goed hoor. Want ja, op een bepaald moment stop je met zeggen, het gaat niet goed. Weet je, ze beginnen uiteindelijk wat te manipuleren. Ze hopen altijd weer, iedere dag, dat ze het zo kunnen organiseren en controleren. Dat wellicht gaat het vandaag toch anders worden. Misschien kan ik hem vandaag wel redden. En wij laten ons niet redden. Dat is het geval. We slaan, wij gaan door. De verandering begint bij jullie. Ik werk met ouders en ik zeg altijd, zoek hulp, ga naar de moeder van moeders. Ga naar de Al-Anon. Ga naar lotgenoten. Ga erover praten. Neem een bepaalde afstand. Ga je kind anders vast leren houden. Ga hem of haar niet faciliteren met euro's, met liefde, waar wij niet mee om kunnen gaan. De euro's gaan naar de dealers en de liefde verkwanselen.
ga niet heel lang door. Ik zou het kort houden, maar dat is een godswonder. Ja, kijk, als ik dan toch lekker sta en al een keer applaus heb gehad, ga ik flauwekul. Het is, weet je, het is dat wat ik probeer te doen. Dat is het steentje wat ik wil bijdragen in mijn leven. Ik ben gezegend, ik heb het leven gekregen. Ik had meerdere malen moeten overlijden. Het is niet gebeurd. Want dat is wat verslaving doet. Het is een destructieve ziekte. Maar de meeste van ons overleven het. Daarom zeg ik ook tegen moeders en vaders en dierbaren. Zorg goed voor jezelf. Zorg dat je er ook bent op het moment dat hij of haar uiteindelijk een keer klaar is. Want we zijn een keer klaar. Het houdt een keer op. Vaak is dat onderhevig aan de gift of desperation, zoals ik het noem. Het geschenk van de wanhoop. Vaak gebeurt het op het moment dat iedereen zegt, weet je, ik doe het niet meer, ik kan niet meer, ik ben uitgeput. Je moet je eigen shit gaan dragen. Je moet je eigen wanhoop pakken. En dat is vaak ook het moment dat het zo duister is bij ons verslaafden dat we denken, als het zo moet, stap ik eruit. En op dat moment zeggen we, help, want ik wil leven. En dat is eigenlijk waar we over gaan. Zorg goed voor jezelf. Moedige moeders, zorg goed voor jezelf. Mary, zorg goed voor jezelf. Wies, je bent al begonnen met heel goed voor jezelf te zorgen. En het mooie is dan dat op het moment, zoals ik al, en velen met mij een keer klaar zijn, we staan op, dan is er nog wat liefde over. En wie weet, mag we dan thuiskomen. Ik mocht het wel. Ik dank jullie hartelijk. Alle aandacht voor Mary. Ik ben ongelooflijk blij dat er iemand is zoals Mary, en velen hoor, gelukkig, die de taboe-sfeer van verslaving wil afhalen. Want verslaving gedijt in het duister en het dooft in het licht. Dank jullie wel. Maar ik ga Maarten even knuffelen.